Welkom bij een nieuwe aflevering van Indie Spotlight. Naast mij zit Soraya. En naast mij zit Salim. Hi. Hartstikke goed. Oh, hey. Dit is echt zo grappig. Jongens, vandaag gaan we het hebben over wederom een indie titel, want zo noemen we dat bij Indie Spotlight. Indie Spotlight. En dat is ook, dat bedacht ik me nog, is dat dan ook de grap dat we hem dan in die spotlight zetten? Nou, ik vind het redelijk felle spotlights hoor. Wil je nog even, spotlight? Er komen zoveel Oh, heerlijk. Nice. Gaat zo goed dit. Heerlijk item. Maar we gaan het hebben over de game Don't Starve. En dat doen wij omdat. Omdat, ik wou het zeggen, voordat iedereen gelijk in de comments gaat haten. Oud spel. Kom ik iets nieuws in. First. Graag. Is het dus zo dat de game inmiddels 5 jaar oud is? En dan denk je, oké, er zijn heel veel games 5 jaar oud. Dat gebeurt met tijd en zo. Maar ik start deze game dus nog echt elke maand wel op. Elke maand speel jij nog Don't Starve? Onder andere. En Don't Starve Together komen we zo meteen op terug. Dus toen dacht ik, wat kunnen we dan... vooruitblikken. Fijn. Fijn, hè? En dacht ik, wat is nou toffer dan inderdaad een goede indie game aan te bieden die dan wel al 5 jaar oud is, maar van ik denk, ja, je moet hiervan helemaal gehoord. Als je hier niet van hebt gehoord, heb je niet geleefd. En dat is Don't Starve. Dat is Don't Starve. Dus je zou eigenlijk in essentie kunnen zeggen dat Don't Starve wellicht, mogelijk, misschien, één van jouw favoriet indie games is. Ja. Oh! Wow! Wat een aflevering! Het is Goatee, elk bizar. Jaar. Goatee. God the game of the decennium. Yes! Mooi. Maar echt, ja. Oké, nou goed. Don't Starve, 5 jaar oud. Nog steeds dus super relevant. Voor de mensen die het niet kennen, je ziet nu al wat gameplay over het beeld komen. Maar Soraya, leg even in het kort uit, wat is Don't Starve? Oké, in het kort, je had op een gegeven moment inderdaad de hype met survival, overleven, enge dingen. Minecraft. Ja, en had je natuurlijk ook Outlast, had je allemaal zulke games. En dit is eigenlijk het indie antwoord erop. Want je speelt in een soort Tim Burton-achtige wereld. Oh, ja. En dan moet je zien te overleven en niet verhongeren. Ja, Don't Starve. Voor mensen die niet Engels spreken, dat betekent super vet indie. het is een survival game. Ja. Het hoofddoel is gewoon niet verhongeren. Hoe werkt dat? Hoe speel ik dit? Oké, wat dus wel heel tof is aan deze game, is je wordt gewoon in een wereld gegooid, elke keer natuurlijk weer anders. En je moet dagen zien te overleven. Het wordt natuurlijk ook nacht en dan moet je natuurlijk een kampvuurtje hebben gebouwd. En je krijgt ook honger. Maar wat ook tof is, je wordt op een gegeven moment ook gek. Daar moet je ook tegen zien te strijden. Als je dat niet doet, dan ga je op een gegeven moment schaduwen zien. En als je gek genoeg bent, dan gaan de schaduwen je ook aanvallen. Maar dat niet alleen, want het zijn ook monsters. Mm. Ja, en die worden ook alleen maar erger. Op een gegeven moment heb je ook een boom. Ja. Omdat je natuurlijk... Je hakt bomen om, je wil overleven. Maar de natuur is niet blij. Moeder natuur haat als je haar omhakt. Oh ja, dus dan komt er een grote boom achter je aan. Maar ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk een boerderijtje maken. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook iets hebben van wordalizer, weet je, dat je gewoon zorgt dat het allemaal goed is. Oftewel, je moet poep verzamelen. Maar ja, dat vinden die beesten ook niet heel erg leuk als je in een beurt komt. Nee, ik vind het ook niet fijn als iemand anders mijn poep pakt. Nee? Nee. Ik vind dat wel fijn, dan ruimt ze al op buiten. Ga verder, fertilizer. Ja, dus allemaal zulke dingen kom je tegen. En het is natuurlijk ook steeds meer om je heen, wordt alles veel schaarster. En je wil steeds meer dingen gaan ontdekken. Ja. En weet je, je gaat niet elke dag telkens één kampvuurtje maken. Nee, op een gegeven moment wil je ook gewoon een thuisbasis maken. Allemaal zulke dingen. En je zou natuurlijk ook kunnen beschermen tegen die beesten. Ja, dat heel graag. Dus ja. Het is een beetje, ja, de meest vergelijkbare game zou dan Minecraft zijn in a way. Het is natuurlijk wel, dit is meer top-down en het werkt ook heel anders. Mm. Maar de essentie van de gameplay is natuurlijk gewoon van je eerste doel is gewoon, je bent een beetje de piramide van Maslow-achtig krijg je. Weet je. Je moet eerst zorgen dat je eten hebt en zo en dan kan je daarna gaan nadenken, misschien kan ik ook een huisje bouwen. Mezelf beschermen. Kan je wapens maken tegen die beesten? Ja, dat kan wel, maar weet je, vaak ben je eigenlijk iets te zwak. Wat je natuurlijk wel op een gegeven moment kan doen, is dat je moet je bepaald vlees verzamelen, dat geef je dan aan de varkens. Ja. Ja. Ga je bij de varkens wonen, als er dan beesten namelijk jou proberen aan te vallen en die varkens vinden jou leuk, want je geeft ze eten, dan vallen die varkens weer die beesten aan. Ah, dan krijg je een soort companions. Het is heerlijk. Die game is zo makkelijk, maar het kan zo diep en complex gaan. Ja. En wat heel tof is, doodgaan is niet erg. Want als je doodgaat, weet je, het is jammer, het is huilen, weet je. Maar 3 dagen later kan ik het spel weer opstarten. Heb je punten verzameld en bij een aantal bepaalde punten krijg je een nieuw character. Oh, en wat is het voordeel van een nieuw character? Nou, bijvoorbeeld de tweede character heeft gewoon een lucifers. Of een aansteker, steekt ze dingen mee in de fik. Dat en ze is hebben allemaal tof. Iets, absoluut, ja. Dus het is een beetje, als je doodgaat moet je natuurlijk opnieuw. Mm-hmm.
Want ja, weet je, dan heb je verloren, you starved, ja. Of you were cut killed, weet ik veel. Dus dan moet je opnieuw beginnen, heb je het doel gemist. Maar je unlockt nieuwe characters, waardoor je elke keer een beetje een soort head start kan krijgen alsnog. Absoluut, ja. En dat is tof. Juist ook de reden dat je denkt, oh, doe het nog een keer. En nog een keer, juist omdat je steeds meer achterkomt. Oh, dit is handig om te doen, maar ook dat je denkt, hé, dit is een nieuwe character, wat kan ik hiermee? Je hebt ook bijvoorbeeld een character dat iets sterker is, weet je. Ja, wil je dan kan je iets beter spelen. Vechten. Oh, tof. Maar ook een hele toffe achtergrondverhaal. Eentje die heeft ook haar overleden tweelingzusje dat bij haar is. Dus heb je het spook achter. Ja, wat? Ja, wat je zei, je noemde aan het begin al een beetje een Tim Burton-achtige stijl. Nogmaals, dat zul je ook wel zien in de beelden. Het is een beetje, het is grauwig. Het is winterig. Dus, ja, want er komt ook inderdaad winter op een gegeven moment. Dan moet je eigen kleden, allemaal zulke dingen. Maar het is inderdaad... Ja, super Tim Burton met hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Maar de game zelf, het is niet heel donker, heel zwaar. Want de kopjes zien er gewoon wel heel leuk uit. De monsters zien er heel fantasierijk uit. Juist. Oké, dus het is een... Er zit heel fantasie in wat je zegt. Het is een heel simpel concept wat heel diep gaat. Ja. Er zit heel veel tactiek achter. En dat is natuurlijk gelijk de hoofdvraag die in iedereen gaat borrelen. Multiplayer. Ja! Yes. Daar hebben we dan op moeten wachten, denk ik, want dat is nog niet 5 jaar oud. Nee, die is inderdaad pas 2 jaar oud. Dus het heeft best wel lang op zich moeten laten wachten. Maar je kan inderdaad nu Don't Starve Together. En dat is dan hetzelfde principe. Helemaal hetzelfde principe, ja. Je hebt wel, weet je, natuurlijk, de server is wel een beetje uitgestorven. Je moet echt met een vriend van je gaan, want anders moet je overleggen met mensen die je niet kent. Ja. Eeuw. Menscontact. Houden we niet van. Nee, dit is sowieso een game, denk ik. Lijkt me echt. Het is leuk om dan misschien met een vreemd iemand online, maar het is voornamelijk je moet echt goed kunnen communiceren. En je kan ook maar met z'n tweeën of meer? Nee, je kan gewoon inderdaad het surfje openen en dan kunnen gewoon helemaal mensen bij. Oh, dat is wel. Je kan echt ook echt met tof. De hele groep, ja. Oh, dat minder is echt tof, heel tof is wel, je moet deze erbij kopen. Daar zijn we allemaal een beetje allergisch van. Dus je koopt de multiplayer, moet je kopen. Ja, dat is echt een apart spel. Ja, nou ja, goed. Oké, hoeveel is de originele game? Oké, de originele game is €14,99. Oh, gelukkig geen 15. Nee, had ik het niet gedaan. En de multiplayer? Hetzelfde. Ook €14,99. Ja, goed, maar dan moet je wel in rekening houden. Ik vind persoonlijk dat niet heel erg veel geld. Plus, er zit 3 jaar tussen voor de meeste mensen. Ja, dus, is dat ook. Is het een soort combi-deal? Vast wel. Maar ze hebben ook, weet je, op een gegeven moment kan je ze samen kopen in een bundel. Maar ze hebben ook allemaal uitbreidingen, die brengen ze wel samen uit. Zeker omdat de game al zo vaak... Ja, en eigenlijk op allemaal verschillende platforms uitgebracht en zo lang geleden zijn heel vaak deeltjes. Oké, en dat multiplayer, nogmaals, nou, dat is gewoon eigenlijk exact hetzelfde concept, alleen dan kunnen je vrienden ook... Dat is natuurlijk altijd met dat soort games leuker, want dan kan één hout gaan verzamelen en de ander een andere resource, of je kan samen hout gaan verzamelen. Dus het gaat gewoon makkelijker en het is gewoon leuk. Het is makkelijker. Je kan wel, als je de service zeg maar start, kan je kiezen, oké, doen we dit samen, is ieder voor zich of is het tegen elkaar? Oh, dat is ook wel tof. Ja, is het ook, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want als je tegen elkaar kiest, is het niet dat wanneer je samenwerkt dat het spel zegt, nee, dit heb je niet gekozen. Dat is wel, maar je kan elkaar ook aanvallen dan? Of? Ja, je kan elkaar aanvallen. Er zit een soort PvP in. Is het ook. Weet je, als bijvoorbeeld eentje een kist heeft staan met al spullen erin, kan je dat natuurlijk ook stelen. Maar ja, dat is misschien dan online wel weer leuk, omdat je dan juist niet wil communiceren. Is het ook, maar dat had ik dus de hele tijd. En dan kom ik in een server erbij, al die mensen hebben al van alles. En ik ben gewoon pauper met een takje proberen mensen te slaan. Dat is een nadeel. Dat is weer de vergelijking dan even met Minecraft. Daar heb je natuurlijk ook grote PvP-servers. Je komt binnen, je wordt gelijk aangegooid geslagen. Oké. Dus al met al, dat multiplayer concept leuk, game concept leuk. Bottom line, merk ik bij jou, het is een van je favoriete games. Oh, zit hem er denk ik in, hij is heel toegankelijk. Ik heb hem zelf ook gespeeld, het is volgens mij, je stapt er zo in. Mm-hmm. Het is geen hogere wiskunde. Absoluut niet. Maar dat kan het wel zijn als je wil. Ja, en dat is ook echt, je krijgt eruit wat je erin stopt. Don't starve. Je krijgt eruit wat je erin stopt. Dus in principe net als kinderen krijgen. Krijg je eigenlijk alleen maar het dikste uit? Nou, als jij zelf een dik bent, dan wordt je kind meestal ook echt een kutkind. Dat is wel waar. Mindfuck. Je wordt insane. Don't starve is een grote metafoor voor het leven. Oh, dat zou zo indie zijn. Ja, maar dat is gelukkig niet. Oh god, nee. Als het leven zoals Don't Starve was, dan was het kut. Ja, of juist niet, Tim Burton. Ik wilde best uitzien als een of andere Tim Burton character, hoor. Grote ogen met tweelingzussen. Haar omhoog. Ja. Je tweelingzus geest die achter je aanzweeft. Ik heb dit nodig. Elk kindse droom. Nachtmerrie. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot volgende week, waar we wederom dan een nieuwe indie gaan behandelen. En tot die tijd moeten jullie het doen met deze aflevering. Don't Starve, PC,
Dus je zei meerdere platformen? Ja, een PC, Xbox, PlayStation, maar ook op de iPad. En dan speelt hij net zo lekker. En kan ik dan ook inter... Kan ik multiplayeren met... Nee, natuurlijk niet. Ja. Blijft er indie, hè? Dat is kut. Het is geen van Fortnite dan, maar dan kan dat wel. Oké, tot volgende week. Doeg! Fortnite, get out of here. Ja, je kan het wel met Fortnite.